Maar ja, de meisjes zijn nog niet thuis. De meisjes zijn nog niet thuis. Ze hebben wel een slag aangezegd. Maar ze... En dan worden ze nog enkele tijd nog voor het loon betaald. Dus ik kan het nog niet merken. Een man die kindervoeder heb ik altijd mee opgegroeid, maar die heeft al zo'n 50 jaar in die kraan gezeten, maar ook wel. Nu alles gaat weg. Hoor. Tenminste, de Durox wel, de Loewestein niet natuurlijk, dat zijn twee aparte fabrieken, dat is zwart-wit. Of dat is de Kalexaanse fabriek, maar die Durox die wordt helemaal weg. Hoor. Is er een klap voor het dorp? Oh, dat zit niet wat kapot aan. Dan kunnen we zeggen wat hij heeft. Ja, dat is eigenlijk allemaal helemaal Durox. Merken aan de klant er ook niet van? Nee hoor. Op de duur misschien wel. Op den duur. Maar ja, de tijd zal het leren, dat weet ik ook niet. Nou ja, volgens mij, joh, ik weet niet of dat er waar is, maar volgens mij is altijd... De leiding is ook rot geweest door hem. Ze hebben ook met hem wat jongen gesmeten, man. Want ik kunnen zeggen, volgens mij, met alles kon en alles. Maar en wat, ja, ik denk niet naar de televisie. Ik zeg alles niet natuurlijk, want ik mocht niet. Beter. Want ik zei ook maar gewoon, nee, jongen, want ze zeggen dan... Ik denk dat je ook even in de week heeft. Weet u iets van Durox? Ja, ik weet het, ik ben er toevallig voor mij geweest. Nee. Ben u ontslagen? Nee, ik ben niet ontslagen, maar ik ben wel omgeschoold eigenlijk. Dus u bent de tijd weggegaan? Nee, ik ben niet de tijd weggegaan, dat is zo, dat is mijn sociale plan. Hè. En het sociale plan is echt wel goed voor de arbeiders. Ja, dat is zo, die nou ontslagen zijn, dat is, die oudere mensen, dat zit wel goed hoor. Ja. Nee? Maar ja, je moet eens kijken hoe dat met vechten en alles, hè, bereikt er maar te worden. Maar zoals ik bijvoorbeeld, hè, ik heb dan in de 20 jaar mijn leidinggevende functie gelopen. En nu ben ik dan omgeschoold naar gewoon werkman, dan noemen ze dan bij ons ploegleider. En dan een voorman. Maar financieel gaan wij er niet op terug, tot mijn 65 jaar mijn loon al gegarandeerd. Blijf zitten. Ik bedoel, zolang die tent al niet dicht gaat. Is mijn loon gegarandeerd van 65 jaar, dus ik kan nooit beter werk zoeken. Ja, dat kennen we niet aan, maar ik zal het wel vertellen, maar zo het op het oom, ik geloof dat hij nou weer het volgende jaar april is, dat die helemaal niet dicht zit. Ach, dat weten we niet, maar natuurlijk afwacht, hè, want ik vind het vertellen, dat die zeeën daar staan, daar kan niemand iets aan doen. Nee, met beleid en taalvoerders durf ik gerustig te zeggen, dat is niet goed geweest. Dat 100% fout geweest. Het beleid is daar helemaal verkeerd geweest, want ze hebben zelf verteld dat ze geld verdiend hebben. Waarom dan nu zo diep in de rode cijfers, vraag ik me af. Is het zo of niet? Ze hebben zelf gezegd, ze hebben goud verdiend en dan zitten ze in de rode cijfers. Dan moet er niet mis. Zijn wat ontslagen gevallen in dit bedrijf, is dat juist? Ja. Hoort u daar ook bij? Ja, ik weet niet. Dat weten we nog niet, nog niet. We weer 105 uit. 105 gaat eruit? Ja, maar we zijn er al 130 uit. Zou je op Meppel? En de rest hier, puur. En wanneer weet u dat? Wie dat zijn? 17 december en 19 december moeten we weer vergaderen. Ja. Met de directie. Of wie is er gauw aan de werk? Ik bedoel, ik zit hier nu een jaar of 15. Je zit hier goed naar je zin. Ik bedoel, in de metaal is wel werk, maar ja, iedereen die wil niet in de metaal zitten. Je krijgt ook gelijk een klap in je lente. Ja. Mensen bij. Die hebben het bedrijf helemaal mee opgebouwd. Durox bedrijf. Nou, die nou thuis komen over. Dat vind ik toch wel een beetje zonde.
Denkt u dat u ook bij die 100 man zit die er binnenkort weer uitgaan? Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik dacht het niet. We worden gewoon in het ongewisse gelaten, hè, wat het is eigenlijk. Ik weet ook niet waar we aan toe zijn. Ik heb veel liever dat ze vandaag zeggen, morgen hoef je niet meer te komen, bij wijze van spreken. Dan is het klaar, dan weet je waar je aan toe bent. En ze willen in twee ploegen gaan draaien, dus er moet één ploeg uit. Maar ja, wie gaat eruit? Gaan de jongeren eruit of gaan de ouderen er eens uit? Wij weten het niet. Wel dat Durox hier in de streek dus ergens gewoon een bijzondere naam gekregen heeft. Vuren was dus wat dat dan gaat maar een klein dorpje gelegen aan de Waal met zo'n pakweg een 15 jaar geleden zo'n 1100 mensen. Op dit moment zitten er zo'n pakweg 2000 en het hele dorp geloof ik dat wel voor 80% ergens zijn naam op dit moment gewoon aan Durox te denken heeft en daardoor is dit dorp op het ogenblik gewoon ontzettend meegegroeid. En dan komt er wel een hele lelijke streep door de rekening, hè? Dat is onherroepelijk zo. Ik zie dit gebeuren op het ogenblik, dus wat we nu twee keer achter elkaar mee moeten gaan maken. Dus die eerste 113 op dit moment weer, ook weer plusminus een kleine 100. In zekere zin als een catastrofe, dus niet alleen voor ons bedrijf, maar gewoon voor de streken naar speciaal vuren. Een soort paniekstemming kan je wel zeggen. Al dragen ze niet zo tegen mij of tegen u uit, maar je merkt het zo wel in je omgeving. Anders zie je de mensen zeg maar doorwerken, dan heb jij wat gehoord, hoe denk jij erover? Hoe zou jij het vinden? Zie jij mogelijkheden ergens anders? Dat is zo'n beetje wat de mensen al eigenlijk bent. Ze zeggen, ja, je woont hier, je kinderen zijn hier op school, je bent hier. Deze omgeving ben je helemaal grootgebracht. Ja, nou, waar moet je heen? Hè? Het is goed als je nou zegt, ja, ik heb mijn eigen omscholen. Ik ken een ander bedrijf of zo. Maar die mogelijkheden die zijn hier amper? Die zijn hier niet zo groot. En die leggen zo ver van huis. Je moet sterk staan, maar dan zou je zeggen, ik schop er tegen. Maar dat mag je niet doen. Hè? Maar ja, je weet. Je weet niet hoe dat altijd uitloopt met iedere mens. Het is verschillend in zijn opvatting en zijn gedachten. Ja. En je ziet zelf hè, hoe het bedrijf hier is, hoe wij dat aangepakt hebben. Zeker als even al, dag en nacht hebben hier toch gewerkt. He? Mensen konden ze niet aannemen, want er waren geen mensen. Dus, en het moest. Het werd gevraagd en je zei geen nee. Export, die heeft ons verlies aan export door de teruggang in de economie in Duitsland en Engeland, die heeft ons zoveel afzet gekost, waarbij we ook nog kregen de terugloop in de conjunctuur in Nederland. En we hebben dus niet, ondanks het feit dat wij dit jaar maar 3-4% minder omzet in Nederland, hebben wij niet die klap van het verlies van de export op kunnen vangen en dat ziet u nu op het tasveld staan.
voor woningen is namelijk punt nummer 1 is de isolatiewaarde. Zoals alle bekend is, heeft het een enorme goede isolatiewaarde. Dat is punt nummer 1. Punt nummer 2, het is licht in gewicht. Ons kikkerlandje hier zo, vanwege de fundering, kan u daar een enorme eventuele besparing op de fundatie mee verkrijgen. Punt nummer 3, het materiaal is zodanig dat het met geen grote problemen diverse vormgevingen er aan gegeven kan worden. Wat zijn er nog meer van belangrijke punten? In Frankrijk, Duitsland, alle buurlanden feitelijk om Nederland heen, is gasbeton vooral door het feit van zijn enorme isolatie, is vooral in de buitenmuren van toepassing. Hier in Nederland, door de moeilijkheden en de weerstanden van overheidswegen, is het iets moeilijker gegaan. Vandaar dat Durox in de plaats van enkele jaren geleden die krachtinspanning te doen om naar de buitenmuren te gaan, eerder de gemakkelijke weg gekozen heeft naar de binnenmuren. Dat is eigenlijk een beleidsfout. Ergens wel. Wordt u zelf ontslagen? Die vraag is moeilijk te beantwoorden, want dat is onbekend in zo'n situatie als wij op dit moment verkeren. Ben je eigenlijk allemaal discutabel, van de jongste bediende tot de president-directeur. Ik weet dat deze mensen hier de nodige jaren prestaties geleverd hebben. En ik ervaar het als een tekortkoming op een gegeven moment dat wij niet in staat zijn om dit voort te zetten. Deze werkgelegenheid dus. Er wordt wel gezegd dat het beleid zo'n 3-4 jaar geleden al omgegooid had moeten worden. Is dat een fout dat dat niet gebeurd is? Ik vind het fantastisch zoals men in het verleden dus mogelijkheden hebben aangegrepen om toch die werkgelegenheid nog te handhaven. Dat het op den duur niet mogelijk is gebleken, met andere woorden, als gevolg van het instorten van die bouwmarkten, is alleen maar een zeer droef feit. Is het nu erop of eronder? Ja, het gaat nu om met z'n allen achter één doel, handhaven van de werkgelegenheid. Anders is het niet mogelijk.